Lieve kijkers, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kopstukken. Kopstukken, u weet het, is voor, door en met inwoners van de gemeente Bergen. Van harte welkom zijn we deze keer in Egmond aan Zee. We zitten op een hele mooie plek. Een beetje zanderige plek, maar wel een hele fijne plek. Ze noemen het ook wel gejut of terug naar de kust. En die sfeer die vind je hier ook wel. In ieder geval is ons dat wel opgevallen, denk ik, Paulien. Zeker. Fijn dat je er ook weer bij bent. Hartstikke leuk. We hebben een opmerkelijke gast eigenlijk. De man met de pet. Ja. In dit geval. Leuk. Een hele leuke gast. Ja. Hij is geboren in het jaar 1950. En geboren en getogen, denk ik, in Egmond. Maar dat gaan we zo meteen eens even vragen. Welkom, Gerrie-Jan Zwaan. Goedemorgen. Fijn dat je onze gast wilde zijn. Gerrie-Jan, waar stond jouw wiegje? Mijn wieg die stond in het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Alkmaar. Ik was ruim 10 pond. Ja, dus ik was ook meteen de burgemeester van het ziekenhuis. Want ik had de grootste strot van de hele afdeling. Oké. Ja. En waar ben je opgegroeid? Egmond. Egmond aan Zee? Egmond aan Zee, ja. Je bent een van de zwanen? Ik ben een van de zwanen. Ja. We waren met z'n vieren als kinderen. Ja, ik was we hadden eerst Lieneke, die was van 49, Gerjan, ja. Siem en Annabeth. Oké. Okay. En we hebben op verschillende plekken gewoond in Egmond. De Voorstraat, we woonden achterin bij de gasfabriek. Ja. En de boulevard later en de Voorstraat ook nog eens een keer. Oké, dus jullie hebben nog even op stand gewoond ook, zeg maar. Ja, dat mocht zeker geheten worden. Ja, naast precies. Altenburg, Hotel Altenburg in die tijd. Dat was een mooie plek, dat was de Wijde Blik. Ja. Heel bekend in Egmond nog wel. Als huis. Het is er jammer genoeg niet meer. Er staat nu Hotel Golfzang. Ja. Ja. Ja, dingen veranderen wel eens in het leven. Natuurlijk, dat heb je aan alle kanten ook meegemaakt. Ja. We beginnen eens even bij het begin van jouw leven. Lagere school geweest? Valsbijkschool. Goede herinnering aan. Ja. Meesterzegel. Maar vooral op meester Stobben. Het leuke van meester Stobben was dat hij van Terschelling kwam. Oké. Okay. Midsland. En hij organiseerde elk jaar voor de groep 6, voor de zesde klas, een driedaagse reisje naar Terschelling. En dat is eigenlijk voor de Egmonders wel een hele belangrijke zaak geweest. Want de Derpers kwamen natuurlijk niet erg ver in de wereld. Nee. Maar een keertje naar Terschelling, dat betekende dat er voor heel veel ook eigenlijk daarna heel veel malen nog die reis gemaakt werd. Er is een goede match altijd tussen Terschelling en zonder Egmond, meer. Er zaten ook konijnen, Ja. Stroop heb je dan over, hè? Ja. Stropen, dat... Nou, misschien komen we er straks nog even precies. Op. Lagere school dus op de Van Spijkschool. Op een gegeven moment was je daar klaar. Hoe ging dat dan? Dan ging je naar de middelbare school toe? Ja, ik kwam in de zesde klas kwam ik in een apart groepje te zitten. Zo ging dat. Want ik kon een beetje leren. Ja. En we werden dus klaar. Je was een vlotte leerling. We werden klaargestoomd voor de middelbare school. De meeste leerlingen gingen naar de LTS of naar de MULO in Hello toe. Maar ik mocht dan toen in die tijd toelatingsexamen doen voor de HBS. Dat lukte me. En ik heb op de gemeentelijke handelsdagschool in HBSA op de Bergenweg 27 mijn middelbare school... Ja. Dus jij was echt wel een studiebol, zeg maar, in die tijd? Ja. Ging het leren je makkelijk af? Het ging me makkelijk af. Eigenlijk kon ik goed dingen herinneren. Ik weet niet of ik nou echt slim was, maar ik kon op een gegeven moment gewoon vaak de dingen reproduceren. Je kon goed leren? Ja, toch wel. Dat leren is ook een talent wat je moet hebben, hè? Want als het je heel makkelijk afgaat. Ja. Je komt uit een gezin met 4 kinderen. Vertel je, hoe was dat bij jullie thuis? Een beetje vreemd. Want mijn moeder was katholiek en mijn vader die was eigenlijk Nederlands hervormd, maar eigenlijk ook gewoon niks. Okay. Dus bij ons thuis was er een rare mix van de meisjes katholiek en de jongens die waren gedoopt in de Nederlands hervormde kerk. En dat ging wel goed, maar soms ging dat ook minder goed. Want, hoe ging dat op de zondagen?
Nou ja, de meisjes gingen naar de kerk en wij hadden vrij. Hè? Ja. En bij het bidden was het zo dat er aan de ene kant het Onze Vader en het Maria werd uitgesproken. En bij ons was het Heere zegen deze spijze, amen. Dat was heel wonderlijk. Ja. Maar goed. Maar het lukte dus blijkbaar wel. Die liefde tussen jouw vader en moeder was blijkbaar groot. Ja, ja. Dat ging wel. Ja. Het was toch wel een punt van discussie, hoor, zo nu dan bij ons thuis. Ja? Ja. Heb je dat later meegenomen zelf ook? Nee, wij hebben ons er gewoon ver van gehouden. Ja. We zijn kinderen van de 60er jaren en dan gaat de ontkerkelijking, die gaat zijn slag slaan. Dat ging vrij snel in die periode. Ja, precies. Keer, ja. En, eigenlijk met mijn vader ook wel. Ja. En mijn moeder was ook wel kritisch tegenover de kerk. Dus het waren mensen van de is tijd. Is dat weggeëpt. Ja. Ja. Ze stonden in het leven. Ja. Je bent, wat ik al zei, één van vier. Op een gegeven moment ga je naar die HBS toe. Wat ben je daarna gaan doen? Ik was nogal geïnteresseerd in de aardrijkskunde. En dat kwam omdat mijn vader zeeman was. Ja. En die vertelde op bed op de zondagochtend altijd over zijn reizen. En die gaf ons altijd al opdrachten van waar ligt de Javazee en waar ligt de straat Babbel-Mandeb en dat soort zaken meer. En die overhoringen, die maakte je eigenlijk dat je een kaart van de wereld in je kop had. Dus je vader zat op de Grote Vaart? Die zat op de Grote Vaart. Ja. Bij de Stoomvaartmaatschappij Nederland. Dus dat was ook vaak dat hij niet aanwezig was? Tot 1953, toen heeft hij op de Johan van Oldenbarneveld een storm meegemaakt in de Middellandse Zee. Ja. En daar is hij met zijn lichaam tegen het dek aangeslagen. En daar is hij invalide geraakt. Okay. Hij liep ook een beetje mank, Job Zwaan. Ja. En dat betekende dat het einde verhaal was voor zijn zeecarrière. En daarna heeft hij nog wel wat dingen gedaan. Hij was met name ook strandwacht op de Noord. Job Zwaan was daar een belangrijke kerel in die 50 en 60 jaar. En Piet Blok heeft het later overgenomen. Was jouw vader streng? Nee. Een goede kerel. Streng, hij liet ons gewoon vrij. Mijn moeder was eigenlijk iemand, dat was wel een belangrijke figuur voor mij eigenlijk, in mijn leren. Zij kwam uit zo'n katholiek gezin van 13 kinderen, de Hopmannen. Ja. En ze had geen kans om te leren. En dat betekende dat ze dat eigenlijk ook wel bij haar kinderen wilde aangeven. Ja. En ik was dan degene die daar op die middelbare school terecht kwam. En zij heeft mij dus echt wel gepoest om door te gaan. Ja. Dus toen ben je aardrijkskundeleraar geworden? Ja, ik ben eerst naar Amsterdam gegaan. Tot mijn kandidaat heb ik op de UvA gezeten. Ja. En daarna heb ik een stap gemaakt. Ik was meer geïnteresseerd in plattelandsaardrijkskunde. In plaats van de stadsaardrijkskunde. Okay. En ben ik naar Groningen toegegaan. Daar heb ik ook een jaar of vier gewoond op het terpje Westeremden. Oké. Okay. Ja? Wat ik aan moest denken namelijk toen je zei van ik heb op de UvA gezeten. Je komt het echt wel naar zee. Dat was een klein dorpje vroeger. Ja. Dat was niet zo groot als nu. Dus het was veel kleiner, veel minder inwoners. Heel dorpskarakter. En dan ga je opeens naar dat grote Amsterdam. Hoe aarde Gerrie-Jan Zwaan daar? Het eerste jaar ging het helemaal niet, Ruud. Toen, het eerste jaar, dat mislukte echt. Ik ging daar op kamers en ik was 18 jaar. En na drie maanden ben ik huilend teruggegaan. En het jaar daarop ben ik eerst nog vanuit Egmond 2 jaar heen en weer gereisd. Ja. En dat ging eigenlijk veel beter. En daarna ging ik wel op kamers. Ja. Maar die overstap op zo'n leeftijd naar zo'n hele grote stad, dat was eigenlijk een stap te ver, een sprong te ver. Ja. Wat vond je moeder ervan dat het niet lukte in beginsel? Ja, nou dat heeft ze eigenlijk, daar heeft ze zich niet over uitgesproken. Was het goed? Ja, dat was goed. Ze snapte dat wel. Ja. Dat het eigenlijk, meteen eigenlijk van die HBS naar zo'n middelbare school of naar zo'n universiteit. Dat is een grote stap, ja. Ja. Tegenwoordig hebben ze er ook vaak een jaartje tussen. Hoe heb je dat studentenleven ervaren daar? Geweldig. In Groningen op een gegeven moment? Ja, Groningen was eigenlijk wel de mooie tijd. Ja?
Ja, daar zaten ik zie je glimlachen, dus daar ja, gebeurt iets bij. Hè? Groningen was de prachtige tijd. Dat was een dorpje. En in dat dorpje had ik gewoon een paar maten zitten. En we hebben daar een prachtige tijd gehad. Er kwamen natuurlijk ook heel veel Egmonders, die kwamen daar op bezoek. We dronken ons biertje daar. Ja. Olaf Baltus, die kwam er wonen. Ja. Nou, die is ook wel bekend natuurlijk hier in Egmond als kunstenaar. Kunstenaar, precies. Maat van me. Ja. En we hadden daar gewoon een heel mooie, een grote vriendengroep van die nog steeds eigenlijk bestaat. Ja. Ik kom nog steeds eigenlijk meer in Groningen dan in Amsterdam. Wat leuk. Ja. Ja. Het ligt niet naast de deur, hè? Het is even een stukje om daar even naartoe te reizen. En zeker in die tijd. Ja. Oh, dat was een hele reis. Kwam je in de weekenden nog wel eens thuis, hoor? Eens in de 6 weken, als ik een nieuwe spijkerbroek nodig had. Ja, precies. Ja, zo gaat het al die tijd. Nou, oké, na je studie. Wat ben je toen gaan doen? Ik ben in Enkhuizen terechtgekomen. Oké. Er zat Jan Bremer, een rector, die gepromoveerd was op een studie over Wieringen en over Den Helder, een bekend figuur. Jan Bremer, misschien ken je hem ook wel. Nee, ik ken hem niet. Maar. En die man die was wel geïnteresseerd in mij, omdat ik ook wel wat wist van het eiland Wieringen, waar ik een eindscriptie over had geschreven. En dat klikte. En ik ben eigenlijk 35 jaar daar in dat Enkhuizen gebleven. Okay. Omdat die club van West-Friezen daar, dat stond me wel aan. Ja. Dus ik ben elke dag eigenlijk heen en weer gereisd van Enkhuizen, van Egmond naar Enkhuizen en terug. 35 jaar lang? Ja. Jij bent honkvast? Ja. Er was eigenlijk geen reden om een andere school hier in de buurt te gaan zoeken. En dat reisje, dat was eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. Dat was een uurtje of zo. Drie kwartier, dan kon je een beetje nadenken. Jouw vader zat op de grote vaart, maar dat heb je dan niet meegekregen, dat je die wijde wereld in wilde trekken? Of ben je wel op stap gegaan? Ja, op werkweek. Ja. Of werkvakantie, veldstudie. Naar Frankrijk, naar de Vogezen. Dat hoorde in die studie fysische geografie ook thuis. Ja, dat was 6 weken daar in de Vogezen. Een vallei hadden we daaruit gekozen. Daar gingen we de geologie bekijken. Ja. We gingen daar de bodemkunde bekijken, de vegetatie. Maar ook de mensen. Ja. Dus in de weekenden was het feest daar. We maakten al. Het was het jaar 1974, dat was het jaar van München. Je kent het, het jaar van de voetbal. Dus we waren populair, joh. En dat betekende dat ik daar ook natuurlijk met een meisje kennis maakte. En daar ben ik, die kwam al gauw een keertje langs bij mij in Groningen. Dus ik ben met een Française getrouwd. Oké. Ja. Bijzonder, eigenlijk. Ja. Een prachtige keuze, moet ik zeggen. Eigenlijk heb ik al mijn leerlingen, als het ter sprake kwam, altijd wel gezegd van, als je nou een goede keuze wil maken in het leven, kies dan een buitenlandse vrouw. Trouwen of een buitenlandse. Ja, dan heb je opeens 2 werelden in je leven. Ja. Niet alleen voor wat betreft de liefde, maar ook voor wat betreft de cultuur en de gastronomie. Ja. En daar heb ik natuurlijk volop profijt van, dat snap je wel. En je sprak ook vloeiend Frans op een gegeven moment, denk ik. Maar dat was altijd wel een taal die me lief was. Ja. En vanuit dat Groningen zijn jullie naar Egmond gegaan? Ja. In 1976 zijn we hier naar Egmond gekomen. Ik heb hier altijd gewoond en dat werken dat ging dan in Enkhuizen. Ik heb nog een jaartje ook op de Laudersweg lesgegeven, adreskunde. In Bergen. Ja. In Bergen, daar de haventop. Ja. Dus je eigenlijk altijd je hele leven in Egmond gewoond. Behalve dan even die uitstapjes omdat je aan het studeren was. Ja, want ik beschouwde Egmond ook als adreskundeman. Ja. Als een plek die ongekend mooi is. Je hebt hier het land, je hebt hier natuurlijk het strand, de duinen en dan op 2-3 kilometer afstand de polder en dan nog eens een keer in de nabijheid de stad. Dus je hebt wel 3-4 locaties die alle drie, vier een prachtige kwaliteit hebben. Dus wat wil je nog meer in je leven? Kortom. Wat wilde jij nog meer in je leven? Nou ja, hier in dat Egmond blijven en natuurlijk ook naar dat, een 3 of 4 keer naar Frankrijk. Dus de Elzas is wat dat betreft ook mijn tweede vaderland. Ja.
En ja, het reizen over zee enzovoort is er daardoor een beetje bij ingestoken. Of minder ja. geweest. Maar het dorp nu op zichzelf, dat is voor mij nu op dit moment ja. een prachtige leefomgeving. Je bent een man vol energie. Je bent niet de jongste meer, maar je vol energie. Ja. Op een gegeven moment raakte je gepensioneerd. Dat klopt. Wat ben je toen gaan doen? Nou, boekjes schrijven. Je hebt hier het zeedorpenlandschap rondom Egmond. Ja. Mijn vader had een stukje aardappelland. En nou ja, goed, dat stukje land dat heb ik overgenomen al heel snel dat ik hier kwam te wonen. En ik was geïnteresseerd in de geschiedenis. Ja. En ik had een maatje, Theo Bakker uit Heilo, die ook wat artikelen schreef. Die zei, joh Gerrit, we moeten potverdorie een zootje van die oude Egmonders moeten we interviewen. Want als ze doodgaan, dan gaan de verhalen ook met het graf in. Dus we moeten dingen gaan opschrijven hier over de geschiedenis. Nou, dat is van lieverlee zo gegaan. En ik heb in het, wanneer was het? Het jaar 2008, 2009, een eerste boek geschreven over allerlei oude Egmonders. In het Duin. Ja. En op die manier heb ik eigenlijk min of meer de geschiedenis van de Duinlandjes op papier gezet. Ja. En dat boek dat is een waardevol historisch ja, document geworden. Ja. Want het is, er is nog steeds vraag naar. Ja. Er zijn er 1400 verkocht toen in die tijd. En ik heb dat in 2000, aantal. 2020, 2021 heb ik nog een boek geschreven van de mensen die er nu allemaal een landje hebben. En dat gaat dan meer over ja, de waarde voor ja. de mensen, van het Duin voor de mensen nu. En dat is zo'n beetje de dingen die ik doe. Ja. Ik zit nog steeds nu op dit moment in een belangenvereniging, dorpsbelangenvereniging, de Parel van Egmond. Ja. En ja goed, de duinen zijn natuurlijk... Waarom maak je die keuzes? Waarom vind jij dat zo belangrijk dat je dat moet gebeuren? De cultuurhistorie. Het dorp, het behoud van de kleine dingen die er nog zijn. Er zijn nog echt mooie, waardevolle dingen in Egmond te zien en te behouden. En er is ook snel en veel toch gevaar dat belangrijke dingen verdwijnen. Ja. En daar wil ik proberen zo goed mogelijk eigenlijk de zaken te beschermen. Dat is toch okay. op dit moment mijn intentie. Ja. We hebben allemaal te maken toch altijd met vernieuwing en zo en dat soort zaken. Ja. Die heb jij ook doorgemaakt. Dat kan niet anders. Want ik bedoel, je bent een man die staat midden in het leven. Een redelijk unieke persoon eigenlijk. Want je bent heel erg honkvast. Maar je beseft je heel goed wat er gebeurt overal en dat soort zaken. Als je kijkt naar veranderingen die je dan in je directe omgeving mee hebt gemaakt, hè, ben je dan teleurgesteld of vind je het een logische stap wat er gebeurde? Nou, ik vind het wel een logische stap. Kijk, je zit in een veranderende wereld. Ja. En dat betekent dat je natuurlijk het moet accepteren dat er veranderingen plaatsvinden. Ja. En, als dat maar in een bepaalde geleidelijkheid gebeurt en met behoud van de zaken die waardevol zijn, ja. dan kan ik dat accepteren. Ja. Dan praat ik dus nu ook alweer over de monumenten die we hier hebben ja. en dat soort zaken meer. Veranderende wereld in die zin dat er wat meer zakelijke contacten zijn tussen mensen enzovoort. De sociale samenhang wat minder wordt. Dat is natuurlijk wel erg jammer, maar dat ja. proberen we toch ook in verenigingsverband. Proberen we dat al een beetje ja. te handhaven. Ja. Ja, en je kunt je ook afvragen, natuurlijk, als je wat ouder wordt, dan ga je iets missen. Maar de jongeren, dat is weer hun leven natuurlijk. Net zoals dat jij in de jaren 60 begon met jouw leven ja. eigenlijk natuurlijk. Ja, ja. En dat was het ontkerkelijke en het op een andere manier actief zijn met elkaar. Zijn er kinderen gekomen in het gezin Gerrie-Jan Staan? Zeker. We hebben een meisje, Lucie. Die is nu 39, 40. Ja. Die is jammer genoeg. Die heeft die is geestelijk gehandicapt. Ja. Maar die woont in een zorgboerderij in Burgerbrugge.
Schorrelwoud. Ja. Onder die paraplu. Ja. Gaat heel goed met haar. En ik heb twee zonen. Frank, een geoloog geworden. Kijk eens aan. Een beetje geïnspireerd door de verhalen van zijn vader in de Vogees. Ja. En dat gaat hem heel goed. Die woont in Zwitserland met een meisje. Ja. En Sander, die is in Groningen terechtgekomen. Ook weer een klein beetje door mij. Je hebt ze allemaal kunnen enthousiasmeren. Ja, precies. Ja. Dat is wel heel erg leuk. Zijn jouw kinderen hebben ze dezelfde ruimte gekregen die jij hebt gekregen? Of was jij een strenge vader? Nee. Ik denk dat... Nee, een strenge vader, dat moet je niet zijn. Je hebt zo nu en dan misschien iets van een correctie, maar... Nee, we hebben gewoon... Het waren hele... Ja, laat ik ook maar weer zeggen, slimme kinderen die eigenlijk de ruimte kregen en hadden om hun eigen gang te gaan. Dus eigenlijk wat je vanuit jouw ouders hebt meegekregen, heb je ook doorgegeven. Ja, ja. Dat is wel een heel mooie verdienst als je terugkijkt. Zonder meer. Ja, toch? Ja, ja. Absoluut. Ja. Dat honkvast zijn, hè? Had dat ook te maken met je dochter? Dat is wel een punt nu op dit moment. Waarom we bijvoorbeeld niet maandenlang ergens naar dat Frankrijk kunnen gaan. Want we zijn eens in de twee weken, hebben we haar op bezoek hier in Egmond. Pakken we een visie voor haar. Ja. En dat soort zaken meer. Dus dat betekent dat je dus wel op die manier toch een binding en dwang heeft om hier te blijven. Ja. En dat is, ervaren we niet als een probleem. Absoluut niet. Zijn jullie er verdrietig over geweest dat het gebeurde? Ja, het was ons eerste kind. Ja. En het was al heel gauw manifest dat er iets was. En dat was natuurlijk wel een klap. En dat betekende voor een paar jaar dat we dus wel even gewacht hebben met het tweede kind en een derde kind. Dat is spannend. Dat was dus zeker spannend. Ja. En er zijn ook onderzoeken van geweest om zeker te weten dat het niet een erfelijke kwestie was. En er zijn er nog een paar van die hele mooie kinderen uit voortgekomen. Ja, absoluut. Dat is mooi. Ja. Als jij terugkijkt, hè? Je bent een behoorlijk optimistisch mens, denk ik. Hè? Zo sta je wel in het leven. Als ik je zo zie en ik hoor je zo, dan ben je een man die bruist. Zijn er momenten in je leven geweest dat je dacht van... Dit is wel vreselijk balen, waar je heel verdrietig van werd? Of, Nou, bij de geboorte van dat eerste meisje wel, ja. Want dat was al gauw te zien dat ze... In een week tijd dat ze ook blind was. En dat was een echte een klap voor mezelf, voor onszelf. Hoe verwerk je dat dan samen? Ja, nou ja, goed. Dan zou ik nog eens heel goed terug moeten denken hoe we dat... Maar dat was niet makkelijk. Nee, dat kan ik me iets meer voorstellen. Nee. Als jij nu vooruit zou mogen kijken, dat mag je hoor, heb jij nog een grote wens? Geen derde wereldoorlog, Ruud. Ja. We zitten in een hele vervelende tijd op dit moment en daar maak ik me een beetje zorgen over. Waarom maak je daar zorgen om? Nou ja, je zit opeens in een tijd van de geboren in de Koude Oorlog, maar die heb ik dan niet zo heel bewust meegemaakt. Maar eigenlijk in een tijd van de 60 en 70 jaren, waarvan je, nou ja, we zongen wel nummertjes over Bob Dylan, maar we speelden gitaar op het strand, weet je wel, Masters of War en we zongen dus eigenlijk anti-oorlogsliedjes. En maar daarna hadden we het idee van, ja jongens, dat kan ons niet meer gebeuren. We zijn rationeel geworden, de hele wereld. En nu krijgen we opeens deze achterlijke situatie weer waarin we nu zitten. Ja. Daar maak ik me een beetje zorgen over. Ja. En als we het wat kleiner maken, wat zou dan je grootste wens zijn? Kleiner maken. Nou, daar zeg je me wat. Mijn grootste wens, nou ja... Dan moet ik gaan denken aan de politiek of zo. Ik zou het nog iets kleiner willen zien. Wat zou Gerrie-Jan Zwaan nog heel graag willen? Nou ja, er komt een nieuw kleinkind aan. Dat gezond is. Okay. Dat zou ik graag
Want dat is door de situatie die je een keer mee hebt gemaakt, ben je daar toch bij elk klein kind een beetje angstig over. Zal het wel goed zijn? Ja. Dus laat ik dat als wens op kleine schaal uitspreken. Over kleine schaal gesproken. Ja. Je wordt op kleine schaal op dit moment vastgelegd als kopstuk. Ja. We gaan eens even kijken bij Paulien. Kijk aan. Gerrion Zwaan. Met Bet. Ja, die pet is prachtig. Ik heb de pet opgezet omdat hier in Egmond alle vissers vroeger, als je op de plaatjes van Jonker keek, met petten rondliepen. Ja. En dat is dan ook een klein beetje erg goed gelukt. Goeie kop. Ja, heel mooi. Het ziet er weer heel mooi uit, Paulien. Ja. Vastgelegd voor de eeuwigheid. Ja. En dat je kleinkinderen nog maar heel lang van je mogen genieten. Bedankt. Gerrion Zwaan, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag. Lieve kijkers, dit was weer een aflevering van Kopstukken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.